Het begon allemaal al fout te gaan toen de Dylan, ja die Dylan die ging vragen eigenlijk aan die klimaatkneuzen of ze alsjeblieft niet op de snelweg willen gaan zitten op Koningsdag. Nee, liever niet. En toen kwam de baas van de Amsterdamse politie en die kwam ook eigenlijk even op tv vragen van, nou, willen jullie het alsjeblieft niet doen? Nou zeg! Jullie willen het alsjeblieft niet doen. Hé, hey, kom maar op, ga daar zitten en we pakken jullie aan. Dat moet de spirit zijn. En dan die Halsema. Ja, die daarna alleen maar zegt van, ja, nee, ik verbied het dat jullie daar gaan zitten. Ja. En daarna geen maatregelen neemt. Helemaal niks doet. Die mensen gewoon maar die snelweg weer op laat gaan. En daarna worden ze met hele zachte hand, worden die klimaatkneuzen weer van die A10 afgetild. In plaats dat daar nou een beetje even de beuk erin gaat. Plus dat, waar niemand nog rekening mee houdt, er komt natuurlijk een dag dat de Nederlanders hier helemaal geen zin meer in hebben. En dat ze zo boos worden dat ze het recht een beetje in eigen hand gaan nemen. Want dat is het punt een beetje ook met deze klimaatkneuzen, dat die zijn van de club die zich oh zo'n zorgen maken over Wilders. En het behoud van de rechtsstaat. Kijk wat ze zelf doen. Hoe ze zelf omgaan met die rechtsstaat. En hoe zij wel even zullen de boel verzieken. Dat is wat ze gedaan hebben. De boel verzieken op Koningsdag. En ook in de binnenstad zijn ze ook overal gaan zitten en dan was het allemaal files en benden en boze mensen. En het meest opvallende is dan, hè vrienden, ja, dat je dan niks hoort van links. Hè? Niks van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, want al deze mensen, die klimaatkneuzen, die zijn van die club. Die zijn van GroenLinks en Partij van de Arbeid. En waar zijn ze nu dan? Hè? Die Timmermans. Waar is Timmermans? En waar is Knulletje Klaver? Waar zijn ze met van dit kan niet? En dit kunnen we niet hebben in Nederland. En dit is onacceptabel. En sorry dat we jullie Koningsdag verziekt hebben. Nee, helemaal niks. Nee, links is stil.